Ja, ik denk uiteindelijk is deze wedstrijd een gelijkspel best wel terecht. Ja, want je hebt het gevoel, degene die scoort, die wint hem vandaag. Ik denk ook dat jij dat had, toch? Ja, ja, dat klopt zeker. En we hebben hem ook al een paar keer natuurlijk in de laatste minuut tegen gehad. En dat zijn ook dingen waar je dan ook rekening mee houdt. En ik denk uiteindelijk hebben wij wel de grotere kansen gehad. Maar uiteindelijk het spel van Excelsior was misschien iets beter bij Vlaag. Ja, is dat inderdaad zo dat je dan toch een beetje op twee gedachten gaat hinken? Omdat je ook weet, je moet hier niet verliezen, want dan haak je helemaal af. Ja, ja, dat denk ik wel. En je speelt uiteindelijk toch nog tegen de nummer 2, is het ook. En het is... wat je zegt, je moet niet verliezen. Dat is ook belangrijk. En uiteindelijk als team hebben we er gewoon alles aan gedaan om hier 3 punten te halen. En daar hoort ook een stukje verdediging bij. En dat hebben we denk ik heel goed gedaan. Ja, wat schiet je uiteindelijk op met 0-0? Tot Excelsior niet uitloopt. Maar, ja, dat is het, hè? Voor de rest niet heel veel. Maar heb je het gevoel dat je toch weer een beetje meedoet dan of niet? Want als je hier verliest, dan denk ik dat je denkt, dan wordt het misschien wel play-off straks. Ja, ja, maar we hebben zeker, we hebben ook een moeilijk, best lastig programma natuurlijk. En het is kijken waar we daarna staan. En dat zou nu van wedstrijd tot wedstrijd zijn, omdat we de eerste natuurlijk hebben verloren. Maar het is wel belangrijk om die aansluiting te houden. En dat is wel fijn als je dan 3 punten gaat pakken. Ja. Maar deze wedstrijd, ja, gelijkspel, dat is denk ik terecht uitslag. Ja, kwam jij misschien ook iets meer tot je recht omdat je Gravenberg voor je hebt staan? Omdat hij de ballen wat meer vasthoudt, dat jij eronder kan komen? Denzel deed het goed. Ik vond dat Devin het vorige week ook heel goed deed. Dens is een sterke spits, dat ziet iedereen natuurlijk. En dat is ook fijn om in het spel te hebben. Dan heb je ook een aanspeelpunt. En als we daar gebruik van maken rond de 16, kan hij daar heel belangrijk in zijn. Het zelf wegdraaien of misschien een bal terugleggen waardoor we hem in kunnen schieten. En Devin heeft dat ook in zich. En het is maar net hoe we de spitsen benutten, denk ik. Ja, maar leek ook wel alsof jij wat meer opging in die strijd vandaag. Die duels toch aangaan. Je probeert natuurlijk altijd de duels aan te gaan. En ik denk dat het daar wel mee begint, het voetbal. Duels winnen en dat probeer je elke wedstrijd te doen. Ja, tot slot, van buitenaf zegt iedereen, er moet de spits bij. Tenminste, er moeten doelpunten bij. Hoe leeft dat gevoel eigenlijk bij jullie in de groep? Vind je ook dat er versterking moet komen? Als je kijkt naar de statistieken, we maken misschien te weinig goals voor. Ik maak dan ook de jongens mee op de training, de voorhoede helemaal. Ja, daar gaan er soms ballen in tot je denkt van, als we dit nou eens een keer in de wedstrijd tot de trainingen tussen zitten. Alleen het moet er in de wedstrijd natuurlijk ook uitkomen. En dat is in de voetbalwereld natuurlijk. De buitenwereld ziet de wedstrijden. En dan kom je wel tot de conclusie dat de doelpunten bij moeten. Maar ik denk dat wij het als ploeg, wat er nu staat en wie er nu in zitten, dat we dat ook in ons hebben. En dan heb je Joey Konings die een goal kan maken. Je hebt Devin Haan die volgens mij heel veel doelpunten in de jeugd zelfs heeft gemaakt ook. En ook als invaller bij ons. Denzel heeft al de nodige goaltjes gemaakt. En dat zijn wel spelers die dat ook in zich hebben. Ja, dus je hebt het gevoel dat als die een keer valt, dat misschien wel de drempel is? Ja, daar geloof ik wel in. Daar geloof ik wel in. Als dat eenmaal begint te lopen, tot het dan ook losgaat. Maar dan moet het wel beginnen met lopen.